Dag allemaal. We lezen vandaag Het Bittere Kruid van Marga Minko uit 1957. Er zijn 10 valkuilen om te vermijden bij het bittere kruid. Ik heb dat in het verleden bij het ondervragen van leerlingen vaak gemerkt waar de problemen zitten. En die heb ik geprobeerd op te sporen. En in 10 punten ga ik die nu bespreken, zodat je die valkuilen kunt vermijden. De eerste valkuil is dat de lezer niet weet dat er een opdracht in het boek staat. Voor in het boek. En die opdracht, dus aan wie het boek is opgedragen, maakt Het Bittere Kruid tot een autobiografische novelle. Want er staat aan de nagedachtenis van mijn ouders, Dave en Lotte, Betty en Hans. Nou, daaruit kun je ondubbelzinnig opmaken dat het een autobiografisch verhaal is. In de tweede plaats, de lezers weten vaak niet dat er 2 motto's zijn in dit boek. Het eerste motto is, er rijdt een trein door mijn hoofd een trein vol Joden. Ik leg het verleden als een wissel om. Nou, die eerste zin is natuurlijk wel duidelijk. Er rijdt door mijn hoofd een trein vol Joden. Ik moet daar steeds aan denken, aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog die de Joden moesten ondergaan. Maar het tweede deel is veel problematischer. Er staat, ik leg het verleden als een wissel om. En ik heb gezien dat veel recensenten en veel leerlingen ook op scholieren.com zeggen, ja, dat betekent, ik wil het eigenlijk vergeten. Ik leg het verleden als een wissel om, zodat het niet op me afkomt. Maar dat lijkt me als verklaring eigenlijk onbevredigend, want het werk daarvan Minko na Het Bittere Kruid gaat alleen maar over het opnieuw oproepen van die Tweede Wereldoorlog. Het is 1 grote herdenking van de Jodenvervolging. Dus vergeten wordt er eigenlijk helemaal niks. Het verleden wordt eerder in het heden present gesteld. Heden en verleden worden met elkaar verweven. Dus het is wel problematisch hoe je dat moet lezen. Ik heb het gedicht van Bert Voeten, want daar is het een citaat uit, ook nog eens gelezen. En daar wordt dat verleden ook weer opgeroepen. Dus ik zou eerder zeggen, de wissel wordt omgelegd, maar zo dat ja, die trein met Joden toch nog wel op haar afkomt en toch nog wel langskomt. Deze novelle is ook gemaakt opdat het nooit vergeten zou worden. Dus dan zou dat motto van het willen vergeten daar ook niet zo bij passen. Het is een beetje ingewikkeld wat dat betreft. Je kunt er met je docent misschien van over gedachten wisselen. Over gedachten wisselen, over dat ik leg het verleden als een wissel om. Maar je kunt niet volhouden volgens mij dat het gaat om ik wil het vergeten. Het tweede motto staat in het hoofdstuk waarin Betty wordt opgepakt. En dat is een gedeelte uit het Oude Testament, uit het boek Klaagliederen. Nou, dat begrijp je wel, die titel. Knechten heersen over ons. Er is niemand die ons uit hun hand rukken. Dus we krijgen niemand die helpt. Er is niemand die helpt. En het zijn knechten die over ons heersen, de Duitsers natuurlijk. Het is opvallend dat in het hele boek het woord Duitsers niet 1 keer voorkomt. Maar het staat dus wel als motto boven het hoofdstuk waarin Betty als eerste door de Duitsers wordt opgepakt en weggevoerd. Die knechten zijn dus de Duitsers. Het citaat komt uit Klaagliederen en dat heeft 22 hoofdstukken, het boek Klaagliederen in het Oude Testament. En laat nou Het Bittere Kruid ook 22 hoofdstukken hebben. Dat is wel opvallend, op expres gedaan natuurlijk. En laat de Hebreeuwse taal, de taal van de Joden, het Hebreeuws, nu 22 letters tellen. Dus dat is wel opvallend en een leuk weetje voor op je tentamen.
Ten derde heb ik gemerkt dat veel leerlingen niet goed weten wat ze met de ondertitel aan moeten. Er staat als ondertitel De Bittere Kruid een kleine kroniek. En een kroniek is een stukje geschiedenisvertelling, of een stukje geschiedenis dat verteld wordt, chronologisch, objectief, zo nuchter mogelijk, de feiten dus. En het is hier klein niet in de betekenis van omvang, maar van een klein onderdeel van de monsterachtige hoeveelheid mensen die door de gaskamers zijn gegaan. En die dit een soortgelijk iets als Marga Minko heeft beschreven, hebben meegemaakt. Die uiteindelijk vergast zijn. Want als het dit voor 4 mensen geldt, bedenk dan eens dat het om 6 miljoen mensen is gegaan die soortgelijke ervaringen hebben gehad als de familie Minko. Vierde plaats. De leerling kan geen voorbeelden geven van de stijl van Minko. Namelijk, die stijl is heel nuchter en objectief en zakelijk taalgebruik. En dat zou je niet verwachten bij zoiets emotioneels. En als je iets heel onderkoeld zegt, dus als het de gebeurtenis eigenlijk om een emotionele uiting vraagt en jij zegt het heel koel, dan heet dat understatement. En dat is een kenmerk van de stijl van Marga Minko. Een nuchtere beschrijving van iets verschrikkelijks. Nou, ik heb als voorbeeld, geef ik bijvoorbeeld, ze doen ons niets, wordt in een van die hoofdstukken gezegd. Nou, terwijl er iets verschrikkelijks aan de hand is. En ik kom daar straks ook nog even op terug, maar dat weet je als lezer. Maar die mensen zeggen, haar vader zegt tegen haar, ze doen ons niets tot 2 keer toe. Over het brengen van de sterren bijvoorbeeld wordt gezegd, daarna vouwde hij het papier open van het pakje. Het waren de sterren. Nou ja, dat is toch verschrikkelijk dat je zo'n identificatie op je jas krijgt, zo'n gele jodenster, en gebrandmerkt wordt. En het wordt heel nuchter en heel objectief naar voren gebracht. Dat maakt het extra tragisch, extra, er komt extra binnen. Over een foto die ze wil laten maken voordat ze weggevoerd zijn. Weet je, het is zo'n mooi aandenken voor later, zegt de buurvrouw. Je kunt nooit weten wat er zal gebeuren en dan heb je tenminste een foto van elkaar. Dan staat er, mijn moeder was het met haar eens. Wij als lezers denken dan, verschrikkelijk. De hele familie die wordt uitgeroeid. En ze hebben dan nog, praten dan nog over een mooie foto en ze kleden zich daar ook nog mooi voor aan. Wat verschrikkelijk toch. Maar dat staat er niet. Het staat heel nuchter. En zo kun je nog tientallen voorbeelden uit het boek geven van emotionele passages waar die heel onderkoeld naar voren worden gebracht. De vijfde punt is, de lezer ziet niet dat wij meer weten dan de hoofdpersoon. Daar heb ik al in andere video's al eerder over gehad. Wij weten meer dan die ik zonder naam, hè, in het bittere kruid. En daardoor ontstaat een ongemeen tragisch effect. Dave zegt op een gegeven moment, nou ja, wij zullen iets van de wereld kunnen zien. Het lijkt me wel avontuurlijk. Maar wij zien in gedachten de treinen al rollen en het eindigen in de gaskamers. Avontuurlijk. Het is verschrikkelijk. Over de gele sterren bijvoorbeeld zegt, keurig, zei mijn moeder. Je hebt ze er netjes opgezet. Ze doen ook nog hun best om die gele sterren er netjes op te krijgen op die kleding. Nu nog even lachen bij het foto's maken. Er valt helemaal niks te lachen. Denken wij daar dan bij, hè? Want we weten hoe het gaat aflopen. Over de Joodse buren die onderdoken zeggen ze, wie weet hoe lang ze nog weg zullen blijven.
Nee, denken wij dan, wegblijven, die komen nooit meer terug. Zesde punt. De lezer weet niet dat het verhaal ook voor de oorlog speelt. Er is namelijk een hoofdstuk dat heet De Kloosterlaan. En dan gaat het over gevechten tussen christelijke kinderen en Joodse kinderen. En met name de Joodse kinderen die worden aangevallen, letterlijk, met stenen bekogeld en aangepakt door die christenen. Want die zeggen, jullie hebben Jezus gedood. Dat speelt nu nog steeds in het katholieke Polen. Als je de documentaire over de Shoah hebt gezien, dan zie je christenen komen uit een katholieke kerk en die zeggen dan tegen die cameraman of die ondervrager, ja, maar de Joden hebben Christus doodgemaakt. Daarom moet je ze verachten. Hè? En dat is verschrikkelijk dat dat hier ook weer naar voren gebracht wordt. Maar het speelt voor de oorlog. En de epiloog aan het eind van het verhaal speelt na de oorlog. En dat hoofdstuk, dat moet je de titel vanuit je hoofd leren. Dit heet De Halte. Daar kom ik zo nog op. Toen was er dus voor die oorlog al antisemitisme. En niet zo zuinig ook. Betty en de ik-vertelster lijden daaronder. Ze krijgen voor de oorlog al met verboden te maken. De lezer kan niet uitleggen wat understatement is. Dat heb ik al uitgebreid uitgelegd wat dat is, dus het hoeft niet nog een keer. Het is goed als je een voorbeeldje daarvan kan geven. Betty is bijna een keer verdronken en haar hand was nog boven het water en de ik-figuur ziet dat dan en die stelt zich voor als Betty wordt opgepakt. En ze denkt, ze kan haar hand wel uit de auto steken, maar er zal niemand zijn die haar van buitenaf de hand zal reiken. Niemand helpt. Achtste punt waar je voor op moet passen, waar je niet in moet vallen in de kuil. De lezer kan niet uitleggen dat hij voortdurend open plekken invult, voortdurend tussen de regels doorleest. Alle gevoelens, met name, zelf moet invullen. Alle gaten in de tekst invullen met kennis die jij van de oorlog heeft. Er wordt in het boek gezegd, het zal zo'n vaart niet lopen in het begin. Nou, wij weten meer. Wij weten dat het wel degelijk een verschrikking wordt. Zoals de geschiedenis nog nooit gezien heeft. Over ze doen ons niets, heb ik het al gehad. Zijn de anderen allemaal weg? Ja, zei ik. Er komt niemand meer terug, zeggen ze, zegt die boerin, waar ze onderduikt. En wij knikken dan en denken we, ja, zo is het geweest. Maar op dat moment kan die ik-figuur dat niet weten. En over in werkkampen te werk gesteld worden, zegt de vader, ze hebben jonge mensen nodig voor de oorlogsindustrie. Ja, geloof dat maar niet, want zo is het niet gegaan. Er komt een meisje, een buurmeisje, en die zegt, mag ik je racket lenen, als ze nog thuis is? En dan zegt ze, ik heb het niet nodig, je mag het gerust lenen. En wij denken, ik heb het niet nodig. Nee, maar je staat op het punt om getransporteerd te worden. Of in ieder geval loop je de kans om getransporteerd te worden. En je komt hier nooit meer terug, dat lenen, dat... Daar komt niks van terecht. En dan over het onderduiken. Laten we afwachten. Misschien zal het niet nodig zijn. En als het niet nodig is, dan zit je daar bij vreemden en bezorgt hun maar last. Nou, dat is wel een erg koele manier van zeggen dat het verschrikkelijk is. In hoofdstuk Het Meisje ontmoet de ik-figuur een jodenverrader die op zoek is naar een bepaald ander meisje om haar te verraden en daarmee geld te verdienen. Maar dat staat nergens. Het lijkt alsof het een gewoon gesprek is. Ze voelt zich wel wat ongemakkelijk eronder en ze geeft haar eigen naam niet, maar
Hij vraagt haar persoonsbewijs en dat geeft ze netjes af. En wij weten dat er meer aan de hand is. Valkuil 9. De lezer begrijpt niet dat een nieuw persoonsbewijs een nieuwe identiteit krijgen is. En dat je een nieuwe identiteit krijgt doordat je een nieuwe naam krijgt. Dat moet je goed onthouden. Ze heeft een naam gekregen, ook die wordt niet genoemd. De ik-figuur uit het bittere kruid heeft geen naam. Misschien omdat ze staat voor miljoenen andere meisjes die in soortgelijke omstandigheden hebben verkeerd en ook naar de gastkamers zijn gebracht. Maar ze zegt wel, ik ben nu een nieuw iemand, ik zei mijn naam, mijn nieuwe naam, dat is je nieuwe identiteit. Dan heb ik veel meegemaakt, dat is de 10e en laatste valkuil, dat leerlingen niet weten dat er een epiloog achteraan komt waar het gaat over de halte. En dat heette halte omdat haar oom, het speelt na de oorlog dus, vlak na de bevrijding, dat haar oom iedere dag bij de halte staat te wachten op de familie, maar die komt nooit terug. Maar hij gaat elke keer weer naar die tramhalte om te kijken of ze dan bij deze tram thuiskomen. Maar dat is niet het geval. Oom is ernstig ziek en kan niet meer beter worden. En heeft het zich allemaal ook heel erg aangetrokken van de familie, zegt die tante. Hij heeft kleding bewaard van haar vader. Heel wrang. En een mooi kostuum. En gaat steeds naar de tram om te wachten op de Joodse familie die nooit meer zullen terugkomen. En ja, het kostuum van die vader wordt door de ik-figuur geweigerd. Ze zegt, ik hoef het niet, ik wil het niet hebben. Want zij is er wel van overtuigd dat ze nooit meer zouden terugkomen. Dat zijn ook de laatste zinnen in Bittere Kruid. Ze zouden nooit terugkomen. Mijn vader niet, mijn moeder niet, Betty niet, nog Dave en Lotte. Zij mist het geloof van haar oom. Zij gelooft daar niet meer in. Zij weet wat er werkelijk gebeurd is. Of voelt aan wat er werkelijk gebeurd is. Dat waren 10 valkuilen die je kunt vermijden bij zo'n eenvoudig boekje als het Bittere Kruid. En dat moet niet op een tentamen, want dan krijg je het punt dat je een dun boekje hebt gelezen en dan zit je er ook nog niet goed in. En dat maakt meestal niet zo'n goede indruk. Dus probeer dat te vermijden. En je hebt van mij nu die 10 punten gehad, dan zal het wel goed gaan. Ik wens je daar veel succes mee.